En als de Russen wel doorbreken, dan zijn heel veel mensen in Oekraïne hun leven niet meer zeker. Waaronder ikzelf. Het vriest nu hard in Oekraïne en het is rustig op de boerderij, maar het wordt er allemaal niet beter op, zo aan het begin van dit nieuwe jaar. De Russen bombarderen maar door met Iraanse Shahid kamikaze drones, zoals die toen bij ons over het huis heen vlogen, en met allerlei raketten en kruisraketten. Volgens mij hebben ze inmiddels al meer dan 1000 stuks sinds 28 december afgeschoten, toen ook de zus van onze bouwvoorman omgekomen is bij een raketregen op Kiev. En laatst las ik in een analyse dat de Russen al ruim over de 14.000 kamikaze drones en kruisraketten op Oekraïne hebben afgevuurd sinds het begin van de oorlog. En al meer dan 300.000 eigen soldaten in Oekraïne de dood in hebben gejaagd. En hierbij worden vooral burgers in hun huizen of flats geraakt en civiele infrastructuur kapotgeschoten, zoals nu weer ook de stroomvoorzieningen. En er zijn al tienduizenden doden onder de Oekraïnse burgers. In hele dorpen en stadjes zoals Bakhmut en Avdiivka en Marinka, te vergelijken met Nederlandse plaatsen als Barendrecht, Appingedam en Middelburg, worden van de aardbodem weggevaagd. Wat er in Israël en Gaza gebeurt, verbleekt hier eigenlijk bij. Hoewel dat natuurlijk daar ook echt verschrikkelijk is. En het zou me niets verbazen als Iran Hamas ertoe heeft aangezet om Israël aan te vallen. Iran werkt nauw samen met Rusland en die beide landen zijn gebaat bij chaos en instabiliteit elders. Dat leidt in het geval van Rusland af van de oorlog die ze in Oekraïne voeren. En dat is precies de bedoeling en gebeurt nu ook. Er is al minder aandacht voor in de westerse media. Terwijl mijn ervaring is dat de mensen in het Westen juist vol achter Oekraïne staan. Getuigen ook bijvoorbeeld de ruim €600.000 die de Leeuwarden Courant in samenwerking met het Fries Dagblad in het Dagblad van het Noorden tussen kerst en oud en nieuw heeft ingezameld. In de media wordt ook gesproken over oorlogsmoeheid in het Westen. Dan moet ik vaak denken aan een cartoon over twee Oekraïnse soldaten, zoals Sergei, mijn achterbuurman, in een loopgraaf aan het front. De een leest de krant en zegt tegen de ander, terwijl de bommen om hem heen inslaan, het Westen is oorlogsmoe. Kortom, de Oekraïners hebben geen keus en het Westen heeft eerlijk gezegd ook geen keus. Wij hebben al 9000 heatpacks geleverd. En als de Russen wel doorbreken, dan zijn heel veel mensen in Oekraïne hun leven niet meer zeker. Waaronder ikzelf. Ik weet van collega's uit de bezette gebieden die opgepakt en gemarteld zijn door de Russen. En sommigen hebben het niet overleefd. Wij moeten dan vluchten. En dat worden weer miljoenen vluchtelingen die in Europa opgevangen moeten worden. Ik heb zo al velen langs zien komen in februari 2022. Maar het heeft helaas niet zoveel zin om daarover na te denken. We moeten door. Dus steun Oekraïne, steun onze stichting De Leeuw Kiev en draag een beetje bij aan de overwinning en daarmee de vrede.